Bij iedere website leveren wij een serie assortimentsteksten. Als je geen webshop hebt, kun je deze gebruiken om bezoekers een indruk te geven van je tuincentrum. Je kunt onze informatie als startpunt gebruiken. Door het persoonlijk te maken, zorg je er vervolgens voor dat je de klant inspireert en aanmoedigt om langs te komen. En ik leg je uit hoe je dat doet in deze video. Als je geen webshop hebt, is het wel handig om assortimentsinformatie te tonen, zodat bezoekers van je website een idee hebben wat ze zo kunnen verwachten in jouw tuincentrum. Ga daarvoor naar hoofdmenu en kies voor assortiment. Daar vind je sowieso onze standaard teksten en je kunt eigenlijk altijd zelf assortimentscategorieën, teksten en afbeeldingen toevoegen. Hoe werkt dat? Ik ga het je laten zien in deze video. Je kunt voor toevoegen kiezen of je bewerkt een van de bestaande assortimentscategorieën. Als je een subcategorie wil bewerken, klik dan op het plus-icoontje en alle subcategorieën worden getoond. In dit geval gaan we de bomen, heesters en coniferen bewerken. Dus klik op het tweede icoontje bewerken. Je kunt alle informatie die wij ter beschikking hebben gesteld bewerken. Daarmee bedoelen we dus dat je de tekst wijzigt, je eigen merken en eigen specifieke assortimentsinformatie toevoegt. In dit geval kan je bijvoorbeeld de boomtypes die belangrijk zijn in jouw tuincentrum toevoegen. Ook raden we aan om altijd foto's vanuit je winkel toe te voegen. Dat maakt het persoonlijker en herkenbaar voor bezoekers. Dat kan je doen via de editor en dat hebben we in een van de eerdere video's al uitgelegd aan je. Laten we teruggaan naar het assortiment. Het assortiment wordt vaak ook in het menu getoond, in het hoofdmenu of in het submenu. Als je de volgorde wilt wijzigen, bijvoorbeeld kerst bovenaan zetten op het moment dat het kerstseizoen is, dan klik je op de pijltjes en dan sleep je ze naar boven. Ook is het mogelijk om afbeeldingen toe te voegen aan het assortiment. Die worden dan automatisch op de assortimentspagina getoond. Je ziet aan de rechterzijde al de optie afbeeldingen staan. Als je daarop klikt, wordt het volgende scherm getoond. Je kunt hier dus één of meer afbeeldingen toevoegen. Klik op toevoegen om er één toe te voegen. Klik op multi-upload om er meerdere toe te voegen. Uiteraard is het ook mogelijk om afbeeldingen te verwijderen. Klik op het vuilnisbakje om er één te verwijderen. Je kunt ook het vinkje zetten en rechts voor verwijder geselecteerde kiezen om ze alle drie te verwijderen in dit geval. Mocht je producten willen uitlichten in je assortiment, ga dan terug naar het overzicht en klik op producten. Hier kun je een product toevoegen, maar moet je wel waarschuwen, dit is zeer beperkt en zeker geen vervanger van een webshop. Dus je kunt een titel en een omschrijving invullen, uiteraard een afbeelding en, zoals je hebt gezien bij de aanbiedingen, een prijs. En een prijs is in ons geval altijd een bedrag, een tekst of je toont de prijs niet, want dan staat die al in de afbeelding die je hebt ingevuld. Je kunt ook aangeven dat dit product een aanbieding is. In dit geval vink je dus aanbieding aan. Als je dan bij bedrag kijkt, vul je de van- en de voorprijs in. Eventueel kun je ook de omschrijving van een merk toevoegen. Deze optie werkt prima als je een kleinere winkel hebt of een beperkt aantal producten wilt tonen. Wil je meer functies, dan zul je toch echt met een webshop aan de slag moeten gaan. Wat we vaak zien, is dat men deze informatie niet gebruikt en besluit te verwijderen. Nou, dat is niet handig, want wat nu niet nodig is, is misschien volgend jaar wel handig om nog te hebben. Mocht je dus iets van je website willen halen, zorg er dan voor dat je het niet verwijdert, maar dat je het vinkje bij actief uitzet en opslaat. Op het moment dat je dat doet, wordt alle informatie verwijderd van je website, maar blijft het beschikbaar in het CMS. Mocht je dus een tekst nodig hebben, dan ga je naar assortiment, dan zoek je de artikelgroep op en dan klik je bewerken en dan staat hij er weer. Op die manier heb je alle informatie voorhanden, mocht het in de toekomst nog nodig zijn. Nu je assortiment goed online staat, resteert er nog één ding: het plaatsen van folders en magazines op je website. En dat ga ik je uitleggen in de volgende video.